Op 2 in Vlaanderen's verlanglijst staat verrassend genoeg een vrouw met een verleden als halve vent. En je krijgt er 3 voor de prijs van 1. Hilde de Baardemaker of 2. Ik ben gewoon blij dat niet de eerste. Manneke, ik vind dat leuk, hè? Ik vind het grappig, maar ik vraag me af waarom. Wat maakt Hilde zo geweld? Vlaanderen stemde vooral voor haar nonchalante uitstraling en haar onweerstaanbare blik. Hilde de Baardemaker is echt een mooi meisje. Maar ik weet spijtig genoeg dat ze al langs getrouwd is. Een vrouw die toont dat ze een romantische ziel is en de eeuwige trouw durft zweren, ook dat is nodig in een perfecte echtgenote. Ik denk dat het een wel is. Het is ook wel een beetje ambitieus. Er is volgens de Vlaming niets mis met ambitieuze vrouwen, al moet dat opnieuw met mate. Ja, eigenlijk werk ik wel veel, hè. Maar dat gaat minderen, hè. Want nu met de tweeling opkomst, heb ik praktisch gezien gewoon dat niet kunnen doen, hè. Zoveel werken. En als dat nu nodig is, dat ik een paar jaar moeder kroeg uithang, ja, dan doe ik dat graag. En een moederkroeg, die scoort goed in de lijst. Al ziet de Vlaming Hilde toch vooral als de vrouw die weet hoe een man zich voelt. Misschien zit er survivalachtige wat in, het droge wat in. Misschien is dat geen maar juist aanspreekt. Nee, niet. Vooral met ballen. Ja, vooral met ballen. Stoer, heel nonchalant zo, ja, vind ik wel tof. Natuurlijk, dat zijn kleine stukjes die wel in mij zitten, maar voor hetzelfde geld, alleen straks ga ik hier 2 uur met de poppen spelen. Dat is echt niet stoer of niet mannelijk of whatever. Het is gewoon met de poppen spelen. En al apprecieert de Vlaming enkele mannelijke eigenschappen in zijn echtgenoten, ze moet er niet als een vent gaan uitzien. Ik vind het wel belangrijk om er, ja, goed uit te blijven zien voor lief, mijn man ondertussen. Hè. Zo, ja, niet perfect, want dat zal niet gebeuren, want ik heb ook nog altijd mijn trouwe pukkels en zo. Maar voor de rest probeer ik wel, ja, aantrekkelijk te blijven voor mijn man. Doen, Hilde, want schoonheid is belangrijk in deze lijst. Maar wie Hilde nu echt is, daar is de Vlaming nog niet uit. Maar haar collega's weten zeker meer. Ik kan wel zeggen dat ze heel zorgzaam is, omdat ze bijvoorbeeld tijdens een repetitie een harde truc aan het werken en dan gaat zij naar de keuken en dan vraagt ze altijd, moet jij een mandarin kennen? Of een leeuwwafeltje. Een perfecte huisvrouw had u niet onmiddellijk in Hilde gezien. Gelukkig weet ze wel van aanpakken. We hebben een goede verdeling qua huishoudelijke taken. Het komt er eigenlijk op neer wie tijd heeft, doet wat er moet gebeuren. Als ze geen tijd hebben, dan is het zo, ah, bam. En dan rekenen we op vloedouders en poetsvrouwen en zo. Een vrouw die elke situatie aan kan. Daar stemmen zowel mannen als vrouwen voor. Ja, ik ben alles behalve de perfecte echtgenoot. Ik wil dat ook nooit zijn. Perfectie is een schoon doel, maar ik wil het echt nooit bereiken. We hebben 9 van de